Nummer 15, Jong Volendam, moet zo goed als zeker promotiedegradatiewedstrijden gaan spelen tegen Jong Almere voor Lijfsbouwt in de Jacks League. Rijnsburgse Boys won 4 van de laatste 6 wedstrijden en staat op een keurige 4e plaats. Dit schot van Jeroen Spruit is een makkelijke prooi voor doelman Van Oevelen van Jong Volendam, dat eerder dit seizoen in Rijnsburg met 1-0 won. Jongenelen na geknoei. Maar het schot van de aanvaller van Rijnsburgse Boys mist de richting. En zo wordt de fout bij Volendam niet afgestraft. Maloney. Eenvoudig langskomen. Komt er dan ook een voorzet? Ja! En Blommestein met de eerste mogelijkheid. Zonneveld kan redden op de inzet van de topscorer van Jong Volendam. Van der Moot. Nee, dit is Spruit. Dit is Van der Moot. Aardige combinatie. Maar het blijft 0-0 in het Krasstadion. Zelfde rust dan. En de kopbal van Jeroen Spruit opnieuw. Opnieuw zelden rust van Oevelen met moeite. Maar Taha weet de verdediging te ontzetten. En dan is daar de pegel van afstand van Rob Sandbergen. Maar de ruststand aan de diek is 0-0. Maloney. Aardige voorzet. Toch niet. Bal belandt op het dak van het doel. Dan is er geen dreiging voor Rijnsburgse Boys. Dat in de tweede helft achteruit moet. Blommestein. Kramer, Maloney en de te scherpe voorzet. Een ander beeld naar rust. Waar Rijnsburgse Boys voor rust veelal opdook voor het doel van Van Oevelen. Zijn de rollen omgekeerd en is hier opnieuw Jong Volendam. Maloney, aanname niet lekker. Bereikt Blommestein niet. En zo komt Rijnsburgse Boys opnieuw goed weg. Beers vanaf het middenveld dit keer. Beers probeert het maar eens zo. En nog altijd doelpuntloos in Volendam. Dat de aanval blijft zoeken. En het schot van Maloney. Maar weer eens recht op Zonneveld. Volendam doet er alles aan in de tweede helft. Rijnsburgse Boys zien we nauwelijks nog voor het Volendamse doel. Maar het staat nog altijd 0-0. Korendijk wint. Dit is een prachtige bal van invaller Zonneveld. En dan is het 1-0 door Taha. En staat Volendam op voorsprong. Prima aanval van de Volendamse belofte. En de treffer van Taha. Waardoor Volendam op 1-0 komt. En dan is de vraag, kan Rijnsburgse Boys nog wat? Nou, zo niet. Opnieuw Jong Volendam. En de kans voor Wouter, ook zo'n invaller. Rustig verdedigd door Rijnsburgse Boys, maar Rijnsburgse Boys moet vooral ook maar weer eens aanvallen. Maar Volendam blijft Rijnsburgse Boys terugdringen van Otterlo. Spruit en Hoedepol. Zit daar dan nog wat in de slotfase voor Rijnsburgse Boys? Hoedepol van Otterlo, bal geblokt in de defensie van Jong Volendam. De hoekschop levert uiteindelijk niets op. Jong Volendam wint thuis tegen Rijnsburgse Boys met 1-0.